Goedendag. Veel bewolking boven Nederland. Kunnen we dat mooi zien op deze satellietfoto. Die bewolking die schuift voorlopig ook nog over het land. En vanuit het zuiden komen ook nog een aantal buien opzetten. Die zijn boven Frankrijk inmiddels ontstaan en liggen boven België voor een groot deel. Hier kunnen we dat mooi zien. Vanochtend overigens al in het noordoosten wat regen. Dat is allemaal weggetrokken. En vanuit het zuiden dus een aantal stevige regenbuien. Misschien ook nog wel hier en daar wat onweer. Dat is niet uitgesloten. Die buien lijken ook wat op te lijnen. En dat betekent dat op sommige plaatsen er flink wat neerslag kan gaan vallen, omdat al die buien daar overheen schuiven, terwijl op andere plekken het vrijwel droog blijft. Computermodel laat dat ook mooi zien, die buien die dan vanmiddag overtrekken. Vanavond alleen nog in het noordoosten, in het zuidwesten gaat het dan al helemaal opklaren en komt de zon ook nog tevoorschijn. Dat zal toch wel in de late middag en met name ook in de avond het geval zijn. En morgen ziet het er prima uit, dan blijft het overal droog en zijn er flinke zonnige perioden. Nou, vanmiddag dus die bewolking, later vanuit het zuidwesten nog wel een aantal opklaringen. En die buien die natuurlijk overschuiven, die trekken van zuid naar noord over het land. En die verlaten dan het land vanavond. Temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 20 tot 22 graden. En dan waait een matige wind overwegend uit westelijke richtingen. Morgen dan is er veel zon en dan blijft het overal droog. En de temperatuur loopt dan alweer een stuk verder op 22 tot 25 graden. En in de zon, u moet er rekening mee houden dat de UV-index 7 is. En dat betekent dat een onbeschermde huid makkelijk kan verbranden. Goed insmeren dus als u lang de zon ingaat. Het wordt nog warmer woensdag en donderdag. Dan kan het zelfs 26, 27 graden worden in het midden van het land. Ik denk in het zuiden van het land dat het zelfs nog wat warmer gaat worden. Maar die hitte die wordt dan wel verdreven later op donderdag. Waarschijnlijk pas in de avond, misschien pas in de nacht. En dan komen we weer in koelere lucht terecht. De temperatuur ligt vanaf vrijdag zo rond de 22 graden. Nog een fijne dag.